welkom bij een nieuwe video van de Stressvlog, een speciale vlog. Want ik ben hier eigenlijk aanwezig in het stripfestival Knokke-IJst voor de, ja, als bezoeker voor de meerdere keer. Maar ik ben hier niet als bezoeker, ik ben hier als medewerker. Dus ik vind dat heel top. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van mag ik hier filmen voor mijn YouTube-kanaal? En dat mocht. En ja, ik neem jullie vandaag mee in een dagje stripfestival Knokke-IJst. Dus let's go! Ja, het is hier dus ontzettend druk. De mensen komen hier. Er stonden hier al mensen van 7 uur te wachten om te kunnen een signeerd ticket krijgen. Om te kunnen signeren, want dat is de bedoeling. Als je hier komt, moet je een signeerd ticket hebben om te kunnen laten signeren. En ja, het is een geweldige ervaring om dat hier te mogen meemaken. Dat ik hier mag zijn als medewerker. Dus ja, het is top. Het is echt top. Heel erg blij dat ik hier ben, want ik heb een gesigneerd album gekocht bij Dieter Steenhout van Jommeke. Dat is super, super, super. Eventjes pauze en... Ja, de tekenaars zijn nu momenteel aan het eten, pauzeren. En ik voorlopig ook. Er zit al een halve dag stripfestival Knokke-IJst erop. Het is vermoeiend, maar het is leuk. Het is echt plezant. Ik kom constant mensen tegen. En ik ben oprecht blij dat ik hier mag zijn. De namiddagdienst, dus het is nu heel druk. Het is nog 2 uurtjes tot 5 uur. Om 4 uur beginnen we op te ruimen. En ik sta hier voorlopig hier in het midden tussen al de bekende tekenaars. Dus het is wel heel leuk om dit te mogen doen en te kunnen doen. Dus ja. Verschillende tekeningen die in de loop der jaren werden gemaakt voor het stripfestival van Knokke-IJst. En zoals je al ziet aan de beelden, het is hier verschrikkelijk druk. Het is hier heel veel volk. De mensen stonden hier al, ik denk dat ik het al gezegd heb, de mensen stonden hier al dus om 7 uur 's ochtends in de rij om als hongerige wolven een strip te kunnen bemachen en te kunnen signeren. En ja, dat is een wonder. Heel veel stripliefhebbers zijn ook echt stripliefhebbers. Dus ja. Zo net zag je dus een tekening van Nicolas Verhagen. Dus eigenlijk een van mijn favoriete tekenaars, een hele goede vriend van mij, die een gesigneerde tekening heeft gemaakt voor mij. En de strip is nog een klein 2 uurtjes. Maar voor mij is het voldoende geweest om hier te zijn. Ik ga nog eventjes wat sfeerbeelden maken. Ja, dat lijkt me leuk. En dit is hier ook heel interessant. Het thema van dit stripfestival 2024 was dus... de Swinstreek, en hier staan eigenlijk allemaal verschillende borden waarin het Swin een belangrijke hoofdrol gespeeld heeft. Dat is fantastisch dat dat hier staat. Zoals de Rode Ridder, Jommeke. Dus ja, dat is super. En aan de
leuke dingen komt er toch wel een einde. Het stripfestival hier achter mij is nog een 2 uurtjes bezig. Maar voor mij is het eigenlijk genoeg geweest. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik aanwezig mocht zijn op een stripfestival als medewerker, als vrijwilliger. Ik kan de organisatie daar niet hard genoeg voor bedanken. Ik ben super hard onthaald en dat is niet omdat ik gesponsord word, zeker niet. Het is echt super om hier te zijn. En wil je meer informatie over het stripfestival Klokkenhuis zelf? Ik zet een linkje onder mijn YouTube-beschrijving waar je alle informatie kan vinden over het stripfestival. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal, dat kan je hier beneden doen. Dan zie ik jullie in een volgende video. Of misschien volgend jaar op het stripfestival 2025 Klokkenhuis. Dag!